feitelijk gaan mobiliseren. En dat wordt dus ook niet gedaan. Ja, wie erachter zit, dat blijft speculeren. Laten wij dan teruggaan naar het slagveld en naar het opleiden van de Oekraïnse krijgsmacht. Want daar levert Nederland dus een bijdrage aan. Er zijn op dit moment al 90 militairen van de 13e lichte brigade van de Koninklijke Landmacht in het Verenigd Koninkrijk om vanaf september dus twee lichtingen van in totaal 10.000 Oekraïnse militairen te helpen opleiden. Leren tactisch te opereren op het slagveld, schieten, humanitair oorlogsrecht, alles wat daarbij komt kijken. Helpt dat? Ja, dat helpt zeker. Maar dat helpt niet om, laten we zeggen, 1300 tot 1500 kilometer bezet gebied terug te veroveren. Dat kan niet. Daarvoor zijn het er gewoon te weinig. En dat is het hele probleem. Dan zou je misschien wel 100.000 man moeten opleiden om dat voor elkaar te krijgen. En bovendien moet je dan de hele Oekraïnse krijgsmacht transformeren van één die is gebaseerd op Russische wapensystemen naar één die is gebaseerd op Westerse wapensystemen. Dan zou je de hele organisatie moeten gaan veranderen. Kijk, die Oekraïnse krijgsmacht is territoriaal georganiseerd. Dus je probeert iedere keer een stukje land te verdedigen met die krijgsmacht en dat te stabiliseren. Maar wat je nu moet hebben is een krijgsmacht dat een geoliede gevechtsmachine is, waarmee je een offensief kan uitvoeren. En dat betekent dus dat je hem helemaal moet gaan veranderen qua opzet, qua organisatie. Dan moet je, dat is technisch, dan moet je naar een legerkorps gaan waar divisies onder hangen. En die divisies worden weer opgebroken in brigades. Nou, dat is wat je moet gaan doen. Nou, dat kost, normaal gesproken, kost dat 10 tot 15 jaar om dat voor elkaar te krijgen. En dat moet je nu in een paar maanden doen. Nou, dat gaat je denk ik niet lukken. Nee, nou ja, goed, je kunt ze ook trainen in het omgaan met die zwaardere wapensystemen die ze krijgen van het Westen. Zeker. En we doen nog iets. Ja, maar Sven, het probleem is, kijk, de fout die iedere keer wordt gemaakt is dat je denkt dat als je maar voldoende kapot maakt in die gebieden, door middel van lange afstandssystemen, dat je daarmee een overwinning boekt. Dat is niet zo. Dat zijn tactische successen, maar je moet tactische successen omzet in strategische successen, namelijk het terugveroveren van gebied. En daar heb je gewoon troepen op de grond voor nodig. En maar die heb je niet. Ook Oekraïne niet? Nee, Oekraïne ook niet. Nee, dus zowel Rusland als Oekraïne, vandaar dat er eigenlijk sprake is van een padstelling, zijn niet in staat om een tactische successen op de grond. En daar kijken we iedere keer naar. Dat staat ook op de voorpagina's van de krant. En daar hebben we het ook vaak over. Maar waar je het over moet hebben is, kun je die tactische successen omzetten in strategische successen? Voor Rusland betekent dat meer gebied veroveren. En voor Oekraïne betekent dat gebied terugveroveren. Ja, daar heb je gewoon rondroepen voor nodig. En die zijn er niet. Nee. Vandaar ook mede, denk ik dan, die partisanenacties in dat oostelijke deel van Oekraïne. Nou heb ik de Kamerbrief voor mijn neus liggen, waarin werd aangekondigd dat wij dus een bijdrage gaan leveren aan het trainen van die Oekraïnse krijgsmacht. Daar staat toch een passage in. Ik lees hem even voor. Verschillende partnerlanden verzorgen op diverse locaties buiten Oekraïne kleinschalige specialistische opleiding en training voor Oekraïnse militairen. Op verzoek van deze landen dragen Nederlandse militairen hieraan bij. Om operationele redenen kan niet meer informatie worden gegeven. Dat klinkt geheimzinnig. Ja. Nou ja, kijk, er zijn verschillende dingen aan de orde. In de eerste plaats wordt het altijd nagedacht om bijvoorbeeld in Polen te gaan trainen. Kijk, op het moment dat je grootschalig gaat trainen, dan weet je dat in de kijker loopt en dan zie je gewoon wat daar gebeurt. Maar we weten tegelijkertijd ook dat ook in Oekraïne special forces actief zijn. We weten dat van de Britse zijde de SBS, de SAS, SAS aanwezig is. We weten dat de Delta Forces van de Amerikanen aanwezig zijn. We weten dat met name de Amerikanen bezig zijn met het zijn van liaison met betrekking tot inlichtingen. Ja. Dat doet de 10e Special Forces Group van de Amerikanen. Die hebben daar ook een soort hoofdkwartiertje voor. Volgens mij zit dat in Kiev. We weten dat Special Forces bezig zijn met het opleiden van troepen. Dat gebeurt al heel erg lang. Eigenlijk interessant genoeg vanaf 1990.
1993 is de Californische National Guard actief in Oekraïne. Heeft ontzettend veel mensen opgeleid. Zorgt ervoor dat de juiste tactieken bekend worden gemaakt. Zorgen ervoor dat de westerse manier van commando voeren steeds meer wordt ingevoerd. En we weten dus wel dat special forces daar actief zijn. We weten ook dat ze opleiden, maar we weten ook van welke landen dat zijn. Litouwen doet er mee, Frankrijk, Canada. Nou, en de Britten en Amerikanen heb ik al genoemd, want die nemen eigenlijk de bulk van de forces voor hun rekening. Hm. Maar wat Nederland dat doet, ik heb geen idee. Ligt het voor de hand dat wij daar ook iets doen als je die passage leest? Ik zou het niet uitsluiten als al die landen die dat doen daar nu ook mee bezig zijn. Waarom zou Nederland dat niet gaan doen? Want de special forces van Nederland die zijn buitengewoon goed. Staan al internationaal heel vaak, ook heel hoog aangeschreven? Hebben die veel staan internationaal zeer hoog aangeschreven. Dat is dan binnen de krijgsmacht nog iets wat in ieder geval wel werkt. Ja. Na al die bezuinigingen. Ja, ik weet het niet. Ik heb daar geen bevestiging van. En ik heb er ook geen ontkenning van. En nee. Ik weet het niet.